Ido-Adha, oftewel het offerfeest, wordt elk jaar gevierd als afsluiting van de bedevaart of Hajj. Ido-Adha is een viering van opoffering voor het algemeen welzijn van familie en gemeenschap, mededogen en solidariteit met de minsten onder ons. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi in zijn Ido-Adha-boodschap. Volgens het staatshoofd is het offerfeest een goede kans om na te denken over de offers die wij als samenleving moeten brengen om het land gezond te maken. Met name om het land gezond te maken. De passie om op te offeren voor de natie zal ons kracht geven om standvastig te blijven in het licht van de vele uitdagingen die in het verschiet liggen. Door onze geest van onderwerping en opoffering voor het juiste doel te houden, zullen we deze moeten richten in het herstel van onze economie. Laten we er samen de schouders onder zetten. Wij zijn de generatie op wiens schouders deze verantwoordelijkheid nu rust. Net als onze voorouders moeten wij ook een welvarend land achterlaten voor de volgende generatie. Laten we in deze moeilijke tijd, waarin de samenleving voor grote uitdagingen staat, kracht putten uit dit feest. Het staatshoofd haalde verder aan dat op deze dag het offer, de vastberadenheid en onwankelbare toewijding aan de Schepper geëerd moet worden. Deze dag biedt volgens hem de kans voor spiritualiteit, gebed en reflectie. Het is ook een tijd voor liefdadigheid en het helpen van degenen die het minder hebben. Lieve broeders en zusters, offeren betekent in de islam niet alleen de bereidwilligheid om de aardse belangen en begeerten op te offeren omwille van rechtschapenheid, maar ook de onderwerping aan de wil van de Schepper. Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van ware levenskracht, van het geloof, de liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid en nederigheid. Beste mensen, als mens moet je leven lang offers brengen ten behoeve van de samenleving waarvan je deel uitmaakt. President Santokhi heeft er alle vertrouwen in dat wij, Suriname, alle uitdagingen zullen overwinnen. Hij heeft ook het vertrouwen dat het offerfeest de samenleving zal inspireren om te werken aan bevordering van de geest van collectief welzijn en welvaart voor deze samenleving. Het gaat volgens het staatshoofd erom dat elk individu door alle opofferingen een beter mens wordt.